een volledig koffertje bekomen. Dus hij had eigenlijk het autofocussysteem, de punten die uw autofocus aansturen, dekken nu uw volledige sensorbeeld. Iets dat bij spiegelreflexcamera's ook altijd achtergebleven is. 24-bit kleurdiepje zal hetzelfde zijn. De ISO-waarde, dus de native ISO van 200, is een beetje gezakt naar 1600, dat denk ik, met die backlit sensor, met die andere sensor. Dus dan iets lagere native ISO-waarde. De maximum is nog altijd 12.800. Ik kon stellen dat hem in lowlight net iets beter zal zijn. Het scherm is nog altijd dat rewrite tilting, dus je kan hem als op camera kijken, scherm zo en ook zo gaan kantelen. Dus je kan op twee manieren je scherm kantelen. Waarom dat ze drie noemen? Ja, denk zo. En als zo staat, kan je het ook zo kantelen. Dus zo komen ze bij drie, denk ik. Geen selfie screen, dus het is altijd niet mogelijk om het scherm naar jezelf toe te draaien als je voor de lens staat. Belangrijk opnieuw als het gaat over de kritiek die de XH1 gekregen heeft, omdat dat een camera is die echt recht is op het maken van video, onder andere omwille van die in-body stabilization 5-axis, is dat er geen headphone jack, dus geen koptelefoon uit, denk wel een microfoon input. Als je dat wel wou, dan moest je de optionele batterijgrip kopen die je erop kon plaatsen, waarmee de camera nog groter werd, en daar zat dan een telefoon, koptelefoon uitgang op. Maar dan bij de XT3 zijn duidelijk wel geluisterd naar eigenlijk wat het volk zegt, de consument zegt over een camera. Hebben ze dus wel een ingebouwde hoofdtelefoon aansluit. Dat zijn kleine details, maar dat is wel belangrijk dat dat gecorrigeerd is. De nieuwe camera's hebben naast wifi ook Bluetooth en touchscreen. Dus ook deze XT, dus eigenlijk de XH1 had al Bluetooth en touchscreen, maar de XT3 heeft dat ook. De XT2 heeft nog geen touchscreen of Bluetooth. Het heeft wel al de wifi natuurlijk, dus je kunt wel foto's overdragen van je camera rechtstreeks naar je telefoon. Ik zie hier dat de batterij duurt, dus ja, uiteraard, we zaten bij ongeveer 340 frames met de XT2. Als we naar de XH1 hingen, is dat een klein beetje gezakt, omdat je meer elektronica hebt voor het aansturen van die stabilisatie. Maar nu hebben ze dus die stabilisatie weer laten vallen, plus dat ze een nieuwe processor hebben. Dus hebben ze eigenlijk bekomen, want ze gebruiken dezelfde batterij, zoals we straks zien, en hebben ze uit dezelfde batterij een langere batterijduur bekomen. Dus hier 340 tegenover 390, ze hebben iets langere batterijduur. Ja, de behuizing zal vergelijkbaar zijn. De gevoeligheid van het autofocussysteem bij de XT2 is min 1, terwijl bij de XH1 was dat ook min 1, maar bij de XT3, bij de nieuwe camera, hebben ze die gevoeligheid, dus bij lowlights, kunnen ze beter autofocussen met de XT3, daar komt het op neer. Ze hebben meer autofocuspunten, uiteraard, ze hebben nu een sensor of een autofocussysteem dat volledig sensor dekt, dus typisch gaan ze meer autofocuspunten hebben. Maar het is significant, het is van 325 naar 425, dus er zijn heel wat sensors, heel wat autofocussensors bijgekomen. Ja, ze hebben verbeterde eye detection, dat zal softwarematig zijn, denk ik. Ze hebben een snellere camera uitgebracht, dus waar je bij zowel de XT2 als de XH1 met een maximum zat van 14 frames per seconde, met elektronische en 11 frames met de mechanische sluiter, op voorwaarde dat je de grip gebruikt. Als je de grip niet gebruikt, dan valt de maximum frame rate terug op 8 frames per seconde. Maar dus bij de XT3 een belangrijk punt is dat ze die verhoogd hebben naar 30 frames met elektronische, plus dat ze ook de zoeker, dat er geen backouts niet meer gebeuren. 20 frames met de elektronische sluiter bij een volledige sensor readout. En 11 frames met de mechanische sluiter, maar dus zonder dat je die extra grip nodig hebt. Dus dat is wel belangrijk, als je die 11 frames met de mechanische sluiter wil halen, moest je met de vorige camera's die batterijgrip monteren. Bij de XT3 kan dat nu dus zonder batterij. Ja, dus de elektronische zoeker is verbeterd, de hogere resolutie, iets meer krop wel. Voor video hebben ze nu 4K en 60 frames, terwijl dat voordien 4K en 4 frames, en 30 frames was. En waar ze van 8-bit komen, hebben ze nu 10-bit. Ze hebben ook een zebra-functie, ook handig. Daar is waarschijnlijk ook naar de klanten geluisterd. Ik vond zelfs die zebra-functie in de
XC2 met een firmware update ooit ook wel beschikbaar zal gemaakt worden. De mechanische en elektronische maximum sluitertijd zijn gebleven. De maximum sync speed is gebleven. Ja, je zou sneller de sensor uitlezen. Ja, uiteraard, als je een groot meer frames per seconde haalt, dan gebeurt het uiteraard sneller. En ook belangrijk, ze zijn eindelijk van USB 3 overgeschakeld op de USB-C adapter. Dus de adapter die op de, nog niet op de iPhones, maar wel op de Nexus en op de Pixel telefoons zit. En op veel, die ook op de MacBook zit, die aansluiting. En die je dus in beide richtingen kunt aansluiten en die ook hogere voltages aan kan om sneller op te laden. Dus dat is wel een goede ontwikkeling. Dus als we het geheel samenvatten, dan is de XT3 vooral 2 megapixels meer sensor, maar wel een nieuw type sensor. Met dat die bovendien ook backlit is, met dus waar die BSI voor staat. En die een lagere native ISO-waarde heeft van ISO 160 tegenover 200. En dus waarschijnlijk beter zal zijn in low light, dus qua ruisreductie. Heeft ook een nieuwe processor. Is in China gemaakt in plaats van in Japan. Zou daardoor goedkoper moeten zijn, tussen aanhalingstekens, omdat ik het in de realiteit niet echt gemerkt heb. Of nauwelijks gemerkt heb. Heeft ook touchscreen en Bluetooth, maar ja, dat had eigenlijk de XH1 al. Heeft een volledig sensordekkend autofocus systeem, wat ook beter werkt bij minder licht. Heeft een langere batterijduur, ook een belangrijk argument. Heeft USB-C om die batterij op te laden en voor connectie naar de computer toe. Allerlei softwarematige verbeteringen, maar heeft ook een aantal features. Dus een sneller autofocus systeem, maar ook een sneller beeldtransport. Allee, frames per seconde, het gaat niet meer over beeldtransport. En zowel elektronische als mechanische sluiter, en bij de elektronische geen blackout van de zoeker meer. En belangrijk is dat je ook die extra batterijgrip niet meer nodig hebt om de maximum van 11 frames per seconde te behalen. Plus dat je dan ook zonder die batterijgrip al meteen de hoofdtelefoonaansluiting hebt. Iets hogere resolutie voor filmen in 4K. En een klein beetje zwaarder dan de XT2, maar het is 30 gram. Nee, 32 gram, dus verwaarloosbaar. Hetzelfde display achteraan en vooral softwarematig veel nieuwe features. Dus daarmee kunnen we afronden. En ik denk dat we voor wat betreft de video's met de aankondiging van nieuwe producten, zal het hier wel een beetje stoppen.